Bewoners van de Palissadeweg en omgeving, beter bekend als het Diandessa-project, hebben gisteren de eerste steenlegging bijgewoond van een multifunctioneel centrum. Volgens de voorzitter van de stichting Diandessa, Edward Reggio Paviro, wordt dit centrum gebouwd in verband met het 25-jarig bestaan van de stichting. De stichting houdt zich bezig met gemeenschapsontwikkeling op het gebied van recreatie en cultuur. Reggio Paviro legt uit waarom zij de Gotong Royong filosofie promoten. Wij zijn van mening dat we een multiculturele etnische samenleving zijn. En we hebben diverse culturele waarden en normen. Je hebt normen en waarden van de inheemse, van de Marons, van de Hindustanen, van de Chinezen, etc. Ook van de Javanen. En een van de belangrijkste waarden binnen onze samenleving is die Gotong Royong gedachte. Dat wordt onvoldoende ontplooid en uitgebreid, waardoor we proberen om dit verder uit te breiden. We zijn van mening dat je met dit soort culturele elementen een bijdrage kan leveren voor de economische ontwikkeling, maar ook voor de buurtontwikkeling van het gebied. Reggio Paviro zegt verder dat het project 17 jaar geleden is ontstaan doordat men gezamenlijk een kavel heeft aangevraagd om een gebied tot ontwikkeling te brengen. Alle kosten zijn door de bewoners zelfs gedragen, zegt Reggio Paviro. En de kosten voor het realiseren van dit project, zoals infrastructuur, landmeterkosten, stroom- en watervoorziening, hebben we zelf bijgedragen. Dus met andere woorden, we zijn een organisatie die niet wacht op de overheid. Maar wij proberen om zelf met onze eigen middelen, met onze eigen inzet, proberen verandering te brengen en verbetering te brengen in de woon- en leefsituatie van de Surinamers. Tot zover Edward Reggio Paviro, voorzitter van de stichting Diandessa. Hij sprak gisteren bij de eerste steenlegging voor de bouw van het multifunctioneel centrum voor het project Diandessa.